Doet ook wat terug. We zijn hier op Sportpark de Molenes. We hebben hier voor ons staan de voorzitter van de voetbalvereniging Vilsteren, Gerard Rietman. Gerard, mooi dat we hier mogen zijn van Om het Doet Wat Terug. Ja. Met wie hebben we het genoegen? Wie staat naast je? Nou, dat is de hoofdsponsor van ons, van het kwartier zelfs al, van de selectie, Gert-Jan van Lochem van de Herberg de Klomp. Samen met mijn vrouw zijn we 10 jaar geleden begonnen bij Herberg de Klomp hier in Vilsteren. Kleinschalig hotel met 13 kamers. Leuk restaurant erbij, mooi terras, waar we straks gelukkig weer gebruik van mogen maken. Dus ja, ons trots. Ja. Hoe kijken jullie nu naar de zakelijke aspecten in relatie met sponsoring? Nou ja, wat heel mooi is om te zien, vanaf 1 mei hebben wij een drive-in geopend op onze parkeerplaats. Kijk. En je merkt gewoon dat je in zo'n gemeenschap als hier heel hecht met elkaar bent. Ja. En dat je op zo'n moment bij het openen van een drive-in toch heel veel mensen ook hier uit het dorp en dus ook leden van de vereniging voorbij ziet komen. Ja, en die gunnen het je dan. Hoe onderhoud je nou het contact met sponsoren? Nu, maar normaal gesproken, maar nu is het in een bijzondere tijd. Nou, in deze bijzondere tijd is dat wel even rustig. Wij hebben wel gemeld, ook naar onze leden jongens, probeer zoveel lokaal inkopen te doen. En, wat Gert-Jan net ook zei, die drive-in, nou, daar hebben we ook wel een promotie voor gemaakt voor hun. Nou, ik vind het mooi dan dat het opgepakt wordt door de jongens. En we hebben hier nog meerdere bedrijven, zoals Salvo en Thea, ook gesponsord van ons.